Nou, heb ik begrepen, en dat schijnt niet helemaal te kloppen. De dieren worden gewoon in de buik van het toestel wordt het vervoerd. Maar die worden dan niet onder narcose gebracht, toch? Die zijn gewoon alive and kicking. Die zijn gewoon levend, ja. Sowieso levend. Maar in ieder geval bij bewustzijn. Ja, ze zijn levend. Zonder zijn. Ze slaan ze zonder zijn als je ze... Nee, ze zitten achter in het schip. En op een gegeven moment, begin van de vlucht, waren ze eigenlijk gewoon aan het slapen, heel rustig. Op een gegeven moment zijn we ook maar gaan slapen, want de vlucht duurt natuurlijk 10 uur. Maar werden we wakker gemaakt, zeiden van, ja, je moet nu even meelopen. Dus zijn we meegelopen naar beneden, deurtje open. En in één keer zaten ze eentje in de kooi rechts, eentje kooi links. Ja, dat was zo dichtbij ben je dan. En dan zaten ze een beetje bamboe te eten. Bijzonder. Oh, dat was heel bijzonder. En je weet, als dieren eten, dan zijn ze gewoon ontspannen. Toch? Anders eten ze niet. Anders zijn ze gestrest. Ja, dat klopt. Het is voor ons echt een teken dat ze ontspannen zijn. Ik denk zeker, ik was zelf niet mee op de vlucht, maar een van onze dierenstewards was aan boord. En hij zei, in het begin merkte hij echt wel dat ze het warm hadden, waren ze wat onrustig. Maar dan kon de krat aan meerdere kanten openen, waardoor voldoende ventilatie was. En toen vielen ze eigenlijk al snel in slaap. Dus het was heel gaaf ook voor hem om te zien dat na 2 uur ze begon te eten. En dat betekent gewoon dat ze ontspannen zijn. Nou doen jullie echt miljoenen dieren per jaar. Want alleen in de kuikens zijn al 30 miljoen kuikentjes. 14.000 paarden geloof ik. Zoiets. Hoeveel? Ja. 26.000 honden. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere bijzondere dieren. Waar zie jij dan de panda bij het vervoer? Is de panda dan of is het gewoon een beer voor jou? Maakt niet uit. Nee, de panda is heel speciaal. We hebben in de hele luchtvaarttijd van KLM 4 panda's vervoerd. Dus ja, dat maakt het al uniek. En ook het hele proces eraan vooraf, hè. Wat net werd uitgelegd, dat we er zo lang op hebben gewacht. Ja, dat maakt je straalt echt, helemaal zelf. Ja, maar ik heb deze foto ook gemaakt in het dierenhotel vlak voordat ik hier naartoe kwam. Ja, dat is zo fijn om te zien dat de dieren het goed maken na zo'n lange vlucht. Het is ook een verantwoordelijkheid natuurlijk, want heel Nederland kijkt mee. Hoeveel teams waren op Schiphol? 130 teams? Ja, 125 media mensen, ja. 125 media. Ja. Dus je weet, van als er maar iets aan zijn teen verkeerd gaat, heb je een probleem. Ja.